Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij deze aflevering van Nutteloze Experimenten. Hoppa. Ah. Zo. Mooi om het even te bekijken als het nog goed is natuurlijk. Lager schaaltje. Je ziet daar zit olie binnenin natuurlijk, oliefilmpje. Dat zorgt voor de smering. Je kunt ook wel zien dat het lager al wel een beetje al wel iets geleden heeft. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen, want wij zijn er niet heel zuinig mee geweest. We hebben er ook oude vuile olie in gedaan die behoorlijk te dun was. Het olielampje brandde ook af en toe al. Ja, dat is goed. Dus hij heeft al wel wat schade opgelopen. En nou kan dit ook natuurlijk zijn van alle jaren dat er mee gereden is met die auto. Het is geen nieuwe auto. Nou, je ziet de kruktap. Hier zit normaal dus de, het lager omheen van de drijfstang. En hier zie je een gaatje. En dat is waar langs de olie komt. Dus die krukas die is hol. En die oliepomp die pompt olie in die krukas. Die komt uit die gaatjes in de lagers. En op die manier worden die gesmeerd. Nou, daar komt nu niet veel olie meer uit straks, want die hebben wij leeggemaakt. Ik ga hier even een beetje remreiniger inspuiten. En we gaan die lage schalen gaan we ook helemaal ontvetten. En dan gaan we het droog terug in elkaar zetten. Dan vermoedelijk gaat dit lager als eerste dan. Ook nog voordat de zuigers aanlopen, want dat is natuurlijk ook hè. Het zijn natuurlijk niet alleen de lagers die smering nodig hebben. Er zijn veel meer onderdelen die smering nodig hebben. En ook vooral de zuigers die op en neer schuiven in de cilinders natuurlijk. Ja, je snapt, als daar geen olie meer tussen zit, dan gaan die langs het oppervlak schrapen van die cilinder. Dat begint ook te vreten en dan kan die daar vastlopen. Nou, laten we hem gauw gaan aanslingeren. Zo, hij is goed warm in elk geval. Ja, die drijfstangen zijn goed heet hoor. Oeh. We kunnen een eitje opbakken. Oh, oh, oh. 150 graden. 160. Moet kijken. Hij gaat volgens mij nog wel rond. Dus misschien dat we hem nog wel een keer kunnen starten. Pots. Lager, die zit al vastgebakken aan de krukas. Zo. Die zitten niet vast. Ja, je ziet hier al die groeven. Ja, daar is hij gaan vreten en dan plakken die lagers gewoon vast aan de krukas. Even de bramen eraf. En stukken lager schaal al die gesmolten zijn. Ja, die troep die moeten we er even eruit halen, want daar zit hij nou op vast. En je ziet dat de kruktappen die beginnen ook al een beetje sporen te krijgen. Drijfstang naar beneden halen. Kijk, die zuikers die bewegen nog lekker hoor. Meer prik erop. Even kijken, 163 graden. Ik denk dat hij nou vast zit op de hoofdlagers. De hoofdlagers los. Stukken lager. Oei! Nou, die mogen we ook wel even afbramen. Weet je wat we doen? We zetten alle lagers los en dan kijken of we nog een keer kunnen starten. Hier liggen alle onderdelen. Dat zijn de drijfstangvoeten, dat zijn dus die onderste schelpen die aan de drijfstangen zitten. Daar liggen de lagers die daar dus in zaten. Hier zijn de lagerhouders van de krukas. En daar de onderste lagerschalen. Ja, de bovenste die kan ik er zo niet uithalen. Even de schade bekijken. Nou, deze die zien er niet fris uit. Grote braam eraan. Kijk hier hoor. Oh, vreedsporen erin. Wat wel bijzonder is, is dat eigenlijk het onderste lager in de lagervoet bij allemaal het ergste eraan toe is. Maar je zou juist zeggen dat het bovenste lager, waarop de kracht komt tijdens de arbeidsslag, ook tijdens de compressieslag natuurlijk, tijdens de uitlaatslag in feite ook, die wordt eigenlijk het heftigste belast zou je zeggen. Maar toch is die andere erger gevreten. Ja, ik weet niet hoe het kan. Ik heb wel een theorie. Er ontstaat natuurlijk een boel warmte. Die warmte die kan bij de drijfstang kan die een deel door geleiding weggaan natuurlijk. Hè. Dan moet je eigenlijk heel de drijfstang verhitten. Terwijl die lagere voet, waar natuurlijk maar een dunne ring is in feite zo. Ja, die warmt natuurlijk veel sneller op. Daarom denk ik dat dat lager gewoon een stuk heter wordt. En dat het niet zozeer met de belasting te maken heeft, maar meer met de temperatuur dat hij daarom kapot gaat. De hoofdlagers ja, die hebben ook wel iets geleden. Er zit ook sporen in, bramen eraan ook. Niet zo dramatisch als die drijfstanglagers. Ja, dat is gewoon een schitterende revisieset. Wauw, nieuwe lagers. Lik je vet erop, terug in elkaar en nou, die kan er zo weer tegen voor een paar ton. Of misschien een beetje minder. Dat is echt het lager wat er gewoon helemaal tussendoor geëxtrudeerd is. Hij was dus alweer vastgelopen op de lagers. Die lagers, die verpesten het elke keer voor ons. Maar dat is nu afgelopen. Ja, lagers zijn zo overrated. Ik heb ze gewoon allemaal uitgehaald. Hier moet je dit nou kijken, wat de zielige frutjes. Het is niet gek dat het niet meer doet. Deze is helemaal geëxtrudeerd. En opgevreten. En blauw. En deze, die is geëxtrudeerd, opgevreten en blauw en ook krom gemaakt. Misschien heb ik dat gedaan bij de demontage. Moet je even kijken hoe goed het nu is. Even de lagerspeling controleren. Ja, dat is perfect. De krukkaslagers heb ik natuurlijk ook uitgehaald. Yeah. Ik heb net even gekeken met een sleutel en het draait echt een stuk soepeler rond. Maar zou die zo ook lopen? Ja, dus. Het wordt steeds gekker. Deze heb ik net losgeschroefd. En wat bleek? Hij was vastgelopen op het voorste lager. Ik had een beetje vals gespeeld. Ik had daar nog één lager in gedaan, omdat hier de startkrans zit. En ik denk, ja, als we daar geen lager hebben, dan schiet de startmotor er waarschijnlijk over. Alleen nou was hij dus vastgelopen op dat ene lager. Eruit te halen dus. Het ene lager is eruit. En als nieuwe al het geweld wat ik net hoorde, ik denk dat is echt een ravage daar binnenin. Heel die kruktappen en zo, die zijn volledig opgevreten. Heel die lagerhouders, zeg maar, die zijn ook helemaal naar de ballen geslagen. Maar het ziet er eigenlijk nog gewoon net als van tevoren uit. Dat is toch gek? Zou je niet denken dat dan na al dat geweld er nog zo uit zou zien. Maar ook de kruktappen zelf, kijk hier. Dat ziet er gewoon echt nog goed uit. Ik weet niet waar hij nou op vast zit, maar hij zit niet vast op de zuigers. Want ik kan de drijfstangen gewoon bewegen. Kijk hier. Ik kan deze zo gewoon naar boven te duwen en weer terug. En dat is bij allemaal zo. Die zuigers die zitten gewoon allemaal nog los. Nou mensen, dat was wel weer een experimentje wel hè. Dat noem ik nou nog eens een open deur met een daverende knal intrappen. Maar goed, hé, Anders was het ook geen nutteloze experiment. Ik zou zeggen, als jij nou een goed idee hebt voor een nutteloze experiment, zet het even onder in de comments. Dan doen we misschien de volgende keer wel jouw experiment. Hey, en weet je wat we nou ook hebben? Petten, vet hè? Als jij die nou ook een wil, klik even op de link in de omschrijving. Ga je naar onze webshop en dan kan je ze bestellen. We hebben ze ook in het blauw. Bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. Oh ja, hey, als je nog niet genoeg hebt gezien, kijk even op ons andere kanaal, de werkplaatsvlog. Vergeet niet te abonneren, een duimpje te geven en deze video te liken. En een comment achter te laten. En ons te volgen op Instagram. En ook ons te volgen op Patreon. Overal duimpjes geven. Allemaal die andere dingen die ook al die andere vloggers zeggen. Vette vlogger moves. Niet vergeten. Houdoe.